Ja, ik wil het vandaag hebben met jullie inderdaad over het ontwerpen van de ontmoeting. En dat is ook wat ik gedaan heb in de debattraining. En daar kom ik zo halverwege op terug. Ik begin toch met Einstein. En ik denk zeker te weten dat deze quote ook van hem is. Het is ook wel bekend als de definition of insanity. En het gaat over dat je eigenlijk steeds dezelfde dingen doet. Waarmee je dan ook nog hoopt dat je een ander resultaat bereikt. En dat gebeurt over het algemeen niet. En dat zijn patronen. En dat is met behavioral design natuurlijk ook het geval. Is dat je probeert dat gedrag, zeker het onbewuste gedrag, te beïnvloeden. Dus dat wat wij automatisch willen doen, dat je daar een interventie op doet. Nou, wat ik heb gedaan op een gegeven moment is kijken binnen de transactionele analyse. Wat gaat eigenlijk over de ontmoeting tussen twee mensen. Gecombineerd met het systemisch werk. Wat nemen we allemaal mee in de ruimte als we binnenkomen? Wat gebeurt er al direct als je elkaar ziet? En daarmee kijken hoe zouden we het leiderschap kunnen verbeteren? En waarom vind ik het zo belangrijk dat het leiderschap verbetert? Omdat zeker nu hebben wij wat in het HR-jargon andersoortige profielen nodig. Mensen die anders kijken, een nieuw perspectief bieden. Wat doen we op het moment dat ze binnenkomen? Dan gaan ze door het onboardingprogramma en dan ontstaat er een malletje. En of je alsjeblieft dan daarin wil passen, maar dan wel heel anders wil doen. Dat is, over het algemeen werkt dat heel slecht, maar het is wel wat er gebeurt. Dus er wordt op diversiteit gestuurd, er wordt op inclusiviteit gestuurd. Maar op het moment dat die mensen binnen zijn, is dat voornemen weg. Wat gebeurt er met mensen die dus daarin verward raken? Die komen in de stress waar Joep het over had. Er ontstaan stressreacties. Wat gebeurt er met stressreacties? Dat roept patroon op. Wat gebeurt er met patroon? Dat roept een overlevingsmechanisme op. En wat gebeurt er dan? We zijn uit contact. Dus als je in gesprekken in vergaderzaal, dat gebeurt denk ik 100 keer per vergadering. Over het algemeen wordt er heel slecht geluisterd. En op basis daarvan hoor je alle mensen in de ruimte niet. Nou, dit hele stuk, dus leiderschap, de ontmoeting en wat wij in de ruimte brengen, heb ik bij elkaar proberen te brengen. Ik ben nog niet zo dapper geweest om er een boek over te schrijven. Heel veel respect voor. Maar het is heel belangrijk om dit te blijven combineren in je hoofd als je naar hem luistert. Want ik moest verwarring zaaien, dat lukt mij meestal ook wel. Maar het is wel fijn als jullie enigszins iets meenemen van wat ik zeg. Steek ook vooral je hand op als dat niet meer zo is. Ik heb namelijk de neiging om ergens heel abstract te worden en onduidelijk te worden. Dus steek maar gewoon je hand op. Oké. Het is ook altijd zo trouwens, als je bij Microsoft hebt gewerkt, dat de techniek niet werkt. Het is een soort lifelong hack die je oploopt als je daar hebt gezeten. Dat is ook grappig. Staat hij aan? Ja. Waar moet hij aan? Zijkant. Ah, de zijkant. Ja, hij staat toch echt aan. Ik ga het nog één keer proberen. Ja, oké. Goed, dus wat gebeurt er? Als je, waar heb ik naar gekeken om te beginnen? Vier concepten. Wat doe je als persoon? Wat hoort allemaal bij jou? Welke organisatie heb je gekozen om vooral uit te acteren wat je niet wil doen? Beetje hetzelfde als dat vriendje of dat vriendinnetje waarvan je weet dat het niet goed is, maar waar je elke keer op valt in elke keer een andere versie. Of misschien is dat persoonlijk, dat weet ik niet. dat is dus wat je als mens binnenbrengt. Vervolgens ga je een organisatie in. Over het algemeen gaat het daarover verandering. Of digitalisering. Of transitie. Of iets. Met sprint. Iets. Dan moet er iets gebeuren. Vervolgens zit je dus in een transitieconcept. En moet je iets leren over je eigen leiderschap. Dat kan een team aansturen zijn. Dat kan een projectleider zijn. Dat kan van alles zijn. Tot aan een bedrijf leiden, groot of klein.
wat het ook is. Daar gaat je script lopen. Want wat gebeurt er namelijk? Op dat moment dat je iets moet gaan leiden, kom je zelf naar voren. Want dan gaat het erom wie jij bent als leider of als ondernemer. Of, nou goed, wat je ook te doen hebt. Dan moet je jezelf een beetje laten zien. Daar ontstaat ook een stressreactie in je lijf. Wat ook belangrijk is, ook weer op Joep terugkomend. Het lijf weet eerst dat je bang bent. Dus dat verkrampt of het stopt de ademhaling. Of het gaat in je keel zitten, dat je dit gaat doen. Mensen zeggen, ik ben helemaal niet nerveus. Dus er gebeurt wel iets in dat lijf. Dat lijf doet het al. En iemand die in de fight gaat, die gaat maar opletten, die gaat een vorenkinnetje omhoog. Lijf is eerst, dan pas je actie. Dus dat gebeurt er als jij een ruimte inkomt. Ik ben nu al warrig, dus mag ik zie geen handen, ga lekker door. Dus wat gebeurt er? Persoonlijk levensplan. Dus dat is de definitie van patroon en een levensplan is als volgt. Het is een oplossing die je gekozen hebt, ontstaan in je jonge jaren, waar je taal ontbreekt, bevestigd door ouders. Ik ga hem nog een keer doen. Het is een patroon die je hebt ontwikkeld, ontstaan in je jonge jaren, bekrachtigd door ouders, met een eigen gekozen resultaat om het op te lossen. Een voorbeeld. Bijna elk kind komt wel met een tekening binnen. Kijk eens. En die heeft echt het idee dat het een paard is. En jij zegt, olifant? Weet je, iets. Dat gebaar dat je laat zien wat je gemaakt hebt, wat voor jou zo belangrijk is, wat dan niet gezien wordt, even analoog aan, wat elke ouder doet, is een verkeerde boodschap geven. Dus ik was vrij eigenwijs vroeger, al op 6-jarige leeftijd, en dan moest ik mee naar de familie, Amsterdamse familie, hebben jullie al gehoord, denk ik. En vervolgens hadden we elke zaterdag waren we bij opa. En elke zaterdag was de bedoeling dat de kinderen waren ergens aan het spelen en de volwassenen waren bij elkaar. Maar ik zat dus bij die volwassenen, want ik vond het heel interessant wat daar gebeurde. Vervolgens, als ik dan in de auto stapte met mijn moeder, dan zei mijn moeder, doe je deze keer wel een keer leuk mee? Ze bedoelde dat om mij te beschermen, maar je hoort dan hoe ik het uitspreek, dat ik dat heel anders op heb gepakt. Dus mijn aanname toen al, mijn plan was, als ik mezelf ben, dan ben ik dus niet oké. Dus ik moet iets bedenken. Nou, mijn reactie is geweest, ik doe het wel lekker alleen. En dan kom ik ook wel door de wereld heen. Nou, is best lang goed gegaan, ergens loop je vast. Daar kom ik zo op terug. Dat levensplan, dat noem ik een script. Je kan het vergelijken met een Netflix-serie over jezelf. Het is jouw verhaal. Wat in vergaderzalen bijna nooit plaatsvindt als je niet op de hei zit met elkaar, is om elkaar een beetje te leren kennen. Wat neem je mee in de ruimte? Wat is jouw overlevingsmechanisme? Wat is je verhaal? Waarom reageer je zoals je reageert? Mag ik het van jou weten? Niet een oordeel. Niet waarom doe je dit en ik zie dit en mag ik je feedback geven? Dat is een verkapt oordeel meestal. Maar echt oprecht kijken naar de ander. Wat breng je mee? Wat kom je doen? Wat kan jij? Wat is belangrijk voor je? Hoe mag ik je aanspreken? Zien we elkaar of niet? Begrijp je mij of niet? Ben ik onduidelijk? Dat. Als we dat niet doen, komen we in een ander concept terecht. Ik heb niet meegenomen, wil ik wel vertellen. Drama driehoek. Wie kent de drama driehoek? Nou, best wel mensen, hè? Hoeveel mensen die het kennen, slagen erin om het niet uit te acteren? Geen handen meer, hè? Nee. Je zit er al in voordat je het weet. Drama driehoek is of je speelt slachtoffer. Onder druk, hè, allemaal. Hè. Voor de rest zijn we allemaal hartstikke leuk. Maar onder druk ben je of het slachtoffer, of je gaat mensen redden, of je gaat aanvallen. Slachtofferrol, kan er ook niks aan doen. Redder, ga jou helpen. Of je zegt, nou weet je, jij begrijpt er helemaal niks van. Eén van die drie kies je. Zijn er niet meer. Als je elkaar dus niet kan lezen, dan ga je aannames maken. Je komt onder spanning, je reageert op elkaar. De transactie wordt ineffectief en er gebeurt iets. Over het algemeen is dan alle communicatie tussen mensen weg. Deze,
ik weet niet of je te lezen... Ja, hij is te lezen. Deze, de bovenkant van dit schema, zijn je overlevingsmechanismen. Dit is wat je doet. De onderkant zijn de oude boodschappen. En ik wil u even 30 seconden geven om te kijken. Er zijn er niet meer dan deze 12. Daar zit nuance. Dus doe eens leuk mee. Zou je kunnen vertalen in don't be you. Ja, dus je kan dit terugrekenen. Het is ook heel goed om te weten van je partner, van je kinderen. Gewoon heel goed kijken. Wat is er nou uiteindelijk gebeurd om beter met elkaar te leren communiceren? De onderkant trek je dus onder water. De bovenkant zijn je reddingsballonnetjes. Dus, wat ga je? Kan je gaan doen? Je kan je best gaan doen. Je kan een wees sterk worden. Je vindt dat de hele wereld op moet schieten. Je bent de hele dag bezig om mensen te pleasen. Of je gaat een wees sterk in. Nou, voel maar eens even bij jezelf. Waar gaat meteen je gedachte naartoe wat je bent? Of hoe je dat doet? In ieder geval onder druk. Heb ik ook een handentestje? Wie denkt dat die wees sterk is? Dus je gaat meteen ervoor, je zet door, je geeft niet op. Je gebruikt kracht, je energie is naar voren. Wie denkt dat? Ja. Wie denkt haast, schiet op, ga snel. Gewoon intuïtief. Ja. Altijd het leuk maken voor de ander. Pleasen. Ja, ook best wel veel. Alles perfect doen, geen fouten mogen maken, staat niet op het lijstje, alles goed doen. Ja? En dan hebben we over, de doe je best. Ja. Altijd nog een poging, altijd nog kijken, gewoon je best willen doen voor de ander. Okay. Je hebt een, ja, je kan ze ook alle 5 hebben. Dan heb je een redelijk lastig leger, moet ik zeggen. Eén is vaak de dominantste. Ja, dus, en de combinatie is ook interessant om naar te kijken. Dankjewel voor de vraag. Want als je een be strong hebt en een be perfect, dan kan je voelen hoe lastig dat is. Want dan gaat alles op kracht en het is nooit goed genoeg. Nou, als je dat in een vergaderzaal ziet functioneren, dit profiel, nou, dan heb je een slechte leermeester of leervrouw voor je, want die gaan namelijk alles invullen. En op kracht. Nou, die kan heel veel leren van een please-profiel. Dus het mooie van dit is, dus als je allemaal weer in de ruimte hebt, maar dan in één persoon eentje, dan gaat het met elkaar samenwerken. En dan kan je elkaar erop aanspreken. Dan heb je dus bewustzijn nodig. Dus dit gaat allemaal over, wees je hier maar bewustzijn. Ik doe dit al heel lang, ik heb geprobeerd om het af te leren, dat lukt niet. Maar je kunt het wel herbesluiten. Dus de transactionele analyse, daarom vind ik het zo leuk, je mag herbesluiten. Dus als je iets hebt opgebouwd en je investeert in dit bewustzijn, kan je herbesluiten, kan je het morgen anders doen. En dat is echt waar. Ik kan het morgen gewoon weer anders doen. Dus als ik voel, mijn voorbeeld was niet voor niks. Mijn kin gaat omhoog, ik kom naar voren en denk ik. Rug tegen de rug, loden, ademhalen, even chill. Want wat is er nu echt? Nou, dit is het volgende wat we doen. We zetten een masker op. En dat masker is een gekozen masker, ziet er vaak heel leuk uit. Kijk maar een beetje rond, allemaal leuke mensen. Benieuwd waar dat masker vandaan komt. Ja. Als ik een, dat is voor iedereen persoonlijk. Dus als het bij mij don't be you is, heb ik besloten bijvoorbeeld om het alleen te gaan doen. En overigens is dat een kwaliteitkant en een valkuil. Hè? Want je wordt er zo goed in dat het ook je kwaliteit wordt uiteindelijk. Dan heb ik dus gekozen voor een wees sterk. Ik doe het wel alleen. Maar een ander kan denken, don't be you. Ik ga naar de please oplossing. Ik ga het doen zoals de ander het wil, want dan mag ik erbij zijn. Ja, dus het kan, het is, dit is zoekwerk. Dit is best ook wel even met mensen echt luisteren. Ook naar taal. Ja. Dat zou voor mij aan de onderkant zijn. Dus alles wat een
negatieve connotatie heeft bijna. Hè? Dus ik geef het op, zou bijna zijn don't. Gewoon niks meer. Ik doe niks meer. Weet je, ik geef het op, ik doe niets meer. En daarboven kan bijvoorbeeld zitten een be perfect. Ik doe het zo goed dat het onhaalbaar is, dat ik nooit iets oplever. Snap je? Dus het is een redenatie waar je niet zomaar in één keer uitkomt. Want wat ik heel vaak doe, is inderdaad mensen gewoon een script laten schrijven. Schrijf me op. Wat is gebeurd in de tijd? Met welke mensen was dat? En welk besluit heb je genomen? En dan is het de good en de bad. De mooie dingen en de slechte dingen. Dan zie je ineens een patroon in mensen die je bent tegengekomen. Leiders die je bent tegengekomen. De gebeurtenis herhaalt zich. Het is een patroon. Dus het komt steeds weer terug in andere hoedanigheden. En het leven is heel slim. Want vaak zie je het in het moment echt niet, omdat het zo goed wordt uitgeserveerd aan je. En dan zit je er alweer in voordat je er erg in hebt. Dat masker zet je op jouw manier. Dat is gewoon een façade. Dat is in ieder geval, heb je niet met het hart en het contact van mensen te maken. Goed, het debat. Uiteindelijk ben ik er. Dat is even belangrijk, namelijk die intro, is dat hiervan van leiderschap en transactionele analyse op een hele duidelijke manier staat in het boek Einstein en de kunst van het zeilen. Dat is toegepast op de werkvloer. En het gaat over de interactie tussen mensen. Er staan heel veel voorbeelden in om ook een beetje bij jezelf te zoeken. Hoe doe ik dat nu? Dus wat gebeurde er in dat debat? Wilders kiest altijd de kindpositie. Je zou bijna kunnen zeggen de puber. Heb je je baas niet meegenomen? Ga je altijd weer deze kaart spelen? Dus hij komt altijd met een kritische noot. Het begint altijd met iets ontregelends. Dat doen tieners ook, toch? Als je denkt het thuis op orde te hebben, je hebt tieners en kinderen, weet je, dat gaat anders lopen vandaag. Dat is het ontregelende stuk van die positie. Dit heet ego-positie. Dus het begint bij een kind-trigger. Vervolgens word je dan uitgenodigd om als ouder te reageren. Dus dan ga je daar proberen iets tegenover te brengen. De lijn waar je op hoort te zitten is de volwassen-volwassen lijn. Wij zijn in het hier en nu. We zijn in contact. Ik reageer op wat er echt is. Niet op mijn triggers, niet op mijn patroon, niet op mijn overlevingsmechanisme. Ik reageer in het hier en nu op jou en hier. Het systemische stuk hierachter is, maar als ik de ruimte binnenkom, en dat is heel interessant om een keer naar te kijken, als je denkt, daar is iets, dan neem ik dus iedereen achter mij mee. Dus de vaders en de moeders aan beide kanten, daar de vaders en de moeders van, alle mensen die je bent tegengekomen, je broertjes en je zusjes, de gebeurtenissen, hebben ze de oorlog meegemaakt of niet? Ben je geadopteerd of niet? Ben je geëmigreerd of niet? Alles daarachter je, alles, gaat mee die ruimte in. En dat staat gewoon in een energetisch veld, dat is er. Dus dat komt al binnen. En dan vervolgens ga je vanuit dat stuk bijvoorbeeld naar die puberhouding. Nou, dan moet je voelen hoe complex het allemaal is, wat er allemaal gebeurt. En dat met 10 mensen of zo in een ruimte. Dus daar gebeurt altijd heel veel. Als je gewoon hier blijft, gebeurt het niet. Dus wat ik gezegd heb toen, is op het moment dat je getriggerd wordt om als ouder, kritische ouder, te reageren. En dat wordt vervelend, want dan ga je dingen zeggen als, je begrijpt het niet, je snapt het niet, mag ik u nog één keer uitleggen? Mag ik anders zeggen, wat is uw idee dan? Dan wordt het allemaal heel erg, hè? Ik bedoel, zitten wij daar thuis niet op te wachten? Want wij willen gewoon kijken of er echt oplossingen komen voor problemen. En het wordt heel vervelend om naar te luisteren. Op het moment dat er weer zoiets gebeurt, er komt zo'n pubertrigger. Of je personeel doet dat, of jij doet dat, of de mensen waarmee je werkt doen dat. Of hoe je het ook allemaal wilt noemen. Maar in ieder geval, er komt een trigger. En je blijft rustig. En je kijkt en hij zegt, is je baas niet meegekomen? En zegt, zou je het vandaag met mij willen doen? En je blijft bij jezelf, dan wordt het heel raar als iemand blijft reageren. Want als ik hier blijf en iemand probeert steeds me te haken of met dingen naar me te gooien, en ik doe dat niet, ik blijf gewoon bij mezelf en ik reageer steeds vanuit die volwassen stand, en dat is best trainen hoor, om dat hier te blijven doen,
dan kan de ander niet anders dan ook naar die volwassen stand gaan. Als je ook die debatten misschien terugkijkt, dan kan je dat zien. Je ziet het schuiven, je ziet het zo schuiven. Dus eerst is het een hakketak. En dan ineens zie je die opstelling van, oké, prima, jij ziet het zo, wil je me uitleggen wat je bedoelt. Misschien ben ik er nog niet, maar geef me even een paar tips dan. Hoe zit het dan bij jou? Wat denk jij dan? En je ziet het zo rustig worden. Dus de communicatiehack van vandaag, ja, jullie hebben er al een paar gekregen, is houd het hier. Blijf gewoon open, geef jezelf, houd je kleur ook in wat je wilt zeggen. Zie ik ook heel vaak dat mensen gewoon niet meer zeggen wat ze willen zeggen. De consequentie daarvan is misschien dat je ergens niet past. Maar dan had je dan toch niet gepast. Dus je kunt net zo goed weggaan en naar iets gaan waar je wel past. Scheelt bakken met energie, geeft veel meer levensvreugde, je blijft er gezonder van en je bent effectiever. Dus probeer gewoon goed voor jezelf te kijken. Gewoon eens na vandaag eens naar jezelf te kijken. Zeg maar, alles wat ik nu gehoord heb, wat wil ik daarvan meenemen? En wat zou ik willen herbesluiten? Wat wil ik morgen anders? En dan gebeurt er nog iets, en dat is dit. Dit is een kunstwerk, dat is de wereld overgegaan. Je ging naar de expositie en je moest tussen deze twee naakte mensen. Nou, dat gebeurt er bij ons ook heel veel, maar ook dus met al die achtergrond die we hebben. Hè, verpreut zijn of niet, of vrij zijn opgevoed of niet, of dan gebeurt van alles. Dan moet je dus doorheen lopen. En dat is dus oncomfortabel. Al het nieuwe gedrag, dus ook al het nieuwe gedrag wat je in communicatie vraagt van de ander, krijg je eerst dit. Het wordt eerst oncomfortabel, omdat je lijf, net zoals dat slaapritme en koffie en zo, je lijf wil gewoon naar de tegenreactie. En dat is het overlevingsmechanisme, het ballonnetje. Daar wil het lijf het eerst naartoe. Dus op het moment dat je dat niet meer doet, hup, komt die weesterk ballon of die please ballon. Je gaat er eigenlijk automatisch heen. Dus mijn tip is altijd, als je je lijf voelt reageren, terug. Eerst terug. Kijken wat is er echt. En dan pas weer reageren. En je kan het ook tegen mensen zeggen. Geef mij even tijd. Of ik ga nu iets doen. Volgens mij hoort het niet bij deze situatie. Ik ga even ademhalen in je relatie of zo. Ja? Dus daarin slimmer worden, beter worden, jezelf leren kennen en dat dan ook gewoon in ontmoeting willen brengen. Dat is waar transactionele analyse over gaat. En ook gecombineerd dus met dat systemische, wat neem je allemaal mee in de ruimte als je binnenkomt. En mijn wens voor jullie, ik weet helemaal niet hoe ik in de tijd zit. Mijn wens voor jullie is de volgende. Ik heb er nog iemand bij gehaald. Dat is evidence-based. Maar in ieder geval, dat stay foolish. Weet je wat ook namelijk gebeurt in patroongedrag? We leren kinderen heel veel af. En eigenlijk zou het mooi zijn als dat vrije kind in ons allemaal er ook kan zijn. En daar heb je dat spelen voor nodig en dat foolish voor nodig. En ik weet dat ik op een gegeven moment in een van de trainingen moesten wij creatief dansen. Heeft iemand ooit, je gaat hem niet krijgen vandaag trouwens, maar heeft iemand ooit de vraag gekregen, zullen we creatief dansen in een training of zo? Het is, ja? Hoe was het? En kon je het goed? Vond je het awkward? Nou kijk, dan heb jij nog veel vrij kind. Maar ik heb dus echt een uur in de hoek gestaan. Nee, creatief dansen. Nee. Stomme training ook, weet je. Voelt toch al niks. Ik was alleen maar met mezelf in gevecht natuurlijk. Want ik wilde niet daar. Ik dacht, en dan zeggen ze ook nog, iedereen heeft zijn ogen dicht. Ik denk, mooi niet. Dus wat dat bij jou doet het ene, bij mij doet het het ander. En dan moeten we ook een beetje meer rekening mee houden als we met elkaar omgaan. Voor de ene is iets makkelijk, voor de ander is het wat lastiger. Dus wees je daar ook bewust van als je dingen vraagt. Stay hungry, stay foolish en investeer in het leren kennen van jezelf. Yes.